Bo is now controlling a cheap little shitty thing called a Kawai K1, which I like because it's small and you can carry it. Other than that, it's been going for some years now, unlike most of the things I have. Thank you.
Supermarkt, ja. Ja. Over deze handen? Het is MIDI conductor. En ja, je zegt, het zijn eigenlijk een soort afgeleiden van Michel's handen. Het is eigenlijk het enige instrument wat we ooit... Nou, dat moet ik niet zeggen, dat is niet helemaal goed. Het is een simpele versie van Michel's handen. Het is een nieuw instrument, het is gewoon iets wat niet bestaat. Net zoals Michel's handen, het is een simpele afgeleide daarvan. En het is feitelijk ook weer een heel simpel stel knopjes en afstandsmeting. Je kan dus de afstand meten tussen die twee delen van dit instrument. En er zit hier een veer onder die je kan induwen. Bepaalde dingen mee kan doen. Afhankelijk van wat je doet. Normaliter zijn er veel meer knopjes op dan er nu zijn. Je ziet hier zie je allerlei schakelaars nog waar we de dopjes van afgehaald hebben. Hier zitten nog meer schakelaars waar we de dopjes van afgehaald hebben. Omdat we het nu als een installatie hebben neergezet, hebben we het heel erg versimpeld. Zodat iedereen die het niet kent, die het oppakt, meteen wat geluid heeft. Dat je niet eindeloos hoeft te gaan zitten zoeken van, hoe werkt dit? Zijn je nooit bang dat je hierdoor enorme schokken krijgt? Nee hoor, nee. Het is in principe is dit allemaal laagspanning wat hierop staat. Er is geen gevaar bij. Nee, het is optisch ook nog geïsoleerd in het algemeen. Je snapt precies hoe dit helemaal in elkaar zit, hoe dit gemaakt is. Ja, het is ook weer met het SensorLab gedaan. Het SensorLab heb ik de software ook voor geschreven. Het is eigenlijk ook heel simpel werk. Het is gewoon wat schakelaartjes en wat draadjes, meer is het niet. Ben jij technicus ook? Op Stijn ben ik programmeur vooral, maar als je op Stijn werkt ben je eigenlijk alles een beetje. Je moet overal inzitten en met iedereen... Dus ook muzikant? Feitelijk bijna wel, ja. Ja. Je wordt heel veel gevraagd ook mensen te helpen in hun optredens, in hun performances. En dan helpt het als je wat weet van muziek, als je wat weet van video, als je wat weet van electronic arts in het algemeen. Zou je zelf willen optreden ook? Ik doe het wel eens en ik vind het eigenlijk heel erg. Ik werk met video met mensen mee. Het zijn vaak mensen die bij ons komen die muzikant zijn in eerste instantie. En dan eigenlijk ook iets met video erbij willen doen. En vaak vragen ze mij of ik dat dan wil doen. En dan heb je dezelfde zenuwen ellende als zij. Dus dan zit je ook op het podium en dan gaat het voor jou ook heel spannend worden. Ja, ik vind dat niet echt prettig. Ben je trots op die dingen die hier allemaal staan, die jullie hebben gemaakt en ontwikkeld? Nou, trots is niet echt het goede woord, nee. Niet echt trots. Sommige ben ik heel tevreden mee. Dat is meer een... Sommige dingen die goed werken, die ook niet te ingewikkeld zijn, want ingewikkelde instrumenten of ingewikkelde installaties, dat werkt niet zo goed. Ik hou van simpele dingen die gewoon één duidelijke effect, één duidelijke boodschap hebben. Dan ben ik er tevreden mee. Dat is verder dan tevredenheid gaat het niet echt. Is het nou een soort science fiction? Dat kan je vinden. Ik vind het niet. Ik vind het heel erg low-tech zelfs. Ik vind dit eigenlijk meer in de jaren 50 thuis horen dan in de jaren 90 feitelijk. Omdat het allemaal zo simpel is. En dat is natuurlijk ook het idee van Stijm. Dat mensen zonder enorme zware supercomputers en honderdduizenden guldens moeten uitgeven om iets te kunnen doen. Nee, wij proberen gewoon de reizende
artiest met een koffertje onder zijn arm te kunnen bedienen. En dan kan het gewoon niet echt high-tech science fiction zijn. Dan moet het gewoon simpel zijn. Denk je dat het voor kinderen high-tech is? Denk je dat kinderen inmiddels zo ver zijn dat ze dit geen ver van hun bedshow meer is? Ik denk dat kinderen veel meer sophisticated zijn dan dit soort instrumenten feitelijk. Als zij Tomb Raider 6 spelen, dan hebben ze met technologie te maken die veel verder is dan wat we hier doen. Er zit wel natuurlijk computerwerk achter en dat soort dingen, maar dat is ook al heel gewoon. Het is absoluut geen science fiction. Het is gewoon dagelijkse praktijken in een ander jasje. Jij denkt dat kinderen dit ook helemaal begrijpen, hoe dit hier gemaakt is? Kinderen snappen dit denk ik veel sneller dan mensen, dan volwassen mensen, ja. Ik denk dat kinderen gewoon doorhebben, hey, er zijn knopjes, als ik erop druk, dan krijg ik een geluid. En dat is het ook, meer is het ook niet. Het is geen science fiction. Er komt gewoon geluid uit. Ja, so what? Is toch normaal dat als je op een knop duwt dat er geluid uitkomt? Moet je ook een kind zijn om dit soort dingen te kunnen maken? Dan moet je aan Michel vragen. Dat is eigenlijk meer de creatieve instrumentenontwerper. Is hij nog een soort kind? Ja, en kan je wel volhouden tot op zekere hoogte, ja. Maar jullie programmeren dit en maken dit. Zijn jullie dan ook een soort kinderen? Nee, vind ik niet. Nee. De mensen voor wie we het doen zijn zo serieus met hun vak bezig. Het is toch gewoon een vak. Je moet er een zekere creatieve inslag hebben. En als je dat hetzelfde vindt als kind zijn, ja, in dat geval wel. Je moet buiten de gestroomlijnde paden kunnen denken, dat wel. Kinderen kunnen dat, volwassenen hebben daar soms wat meer moeite mee. En hoe zien die instrumenten dan futuristisch? Wat zijn de, hoe noemde het net ook alweer? Hoe noemde je het nou ook alweer? Hoe benoemde jij nou science? Ja. Huh? Hoe zien science fiction instrumenten er dan uit? Science fiction instrumenten zijn rond. Die hebben allemaal ronde vormen. Die zijn glimmend. Die hebben heel veel lichtjes. Maar je zei dat dit eigenlijk eerder instrumenten van de jaren 50 zijn, wat je nu in je handen hebt, dan van de jaren 90, hè? Qua technologie, absoluut. Wat zijn dan de instrumenten van de... Nou ja, wat je woensdagavond zag, ik weet niet of jullie daarbij waren, woensdagavond die twee Fransen, die hebben echt een science fiction instrument gemaakt. Dat was een mooi glimmende armrusten met mooie knopjes, allemaal heel keurig, veel lichtjes en veel effecten. En dat is wat ik science fiction noem. En wat wordt de technologie van de jaren, van de volgende eeuw, zeg maar dan? De instrumentengebied. Ik denk dat die instrumenten helemaal zelf-contained worden. Dat ze, wat we nu hebben, zijn hier twee kabels aan. Ja. Nou, dat is vreselijk. Voor een uitvoerder is dat gewoon heel onhandig. Wat je wil is dat die kabels eraf zijn en dat je alles in je handen hebt en dat er prachtig geluid uitkomt. Dus ik denk dat we daar vooral in gaan zoeken in draadloos, compacter en self-contained. Zodat alles gewoon in die handen zit en je gaat gewoon via een klein zendertje ga je naar het geluidssysteem. Wanneer kun je die kabels eraf knippen, denk je? Nou, een jaartje of 5. Ja? Ja, zoiets. En wil je ook echt opnieuw op zoek gaan naar nieuwe klanken in de volgende eeuw? Klanken die wij nu nog niet kennen? Dat zal heel moeilijk worden. Ik denk dat heel moeilijk wordt. Omdat het geluidsspectrum is toch wel heel erg. Ik bedoel, van een Varese, dat is al zo onderzocht. Maar dat is niet echt mijn expertise. Ik denk niet dat je echt in de klank... Het zal meer in de combinaties liggen en in de combinaties van media. Dus dat je niet geluid maakt, maar dat je, zoals waar we nu ook mee bezig zijn, ook video hiermee stuurt en eventueel andere sensaties. Stoelen laat trillen vanaf het podium, dat soort dingen. Ben je er ook echt mee bezig om steeds nieuwe dingen te bedenken en te ontwikkelen? We proberen dat, ja. Maar we zijn voor een groot deel toch afhankelijk ook van artiesten die bij ons binnenkomen en ideeën aandragen. Voor een gedeelte ontdekken we zelf dingen en zeker zo'n toestand als dit is heel geschikt daarvoor. Maar op het moment dat er artiesten binnenkomen met goede ideeën, dan ja, springen wij ook echt op om weer daarmee aan de slag te gaan en die ideeën te pikken en verder te ontwikkelen en aan andere mensen beschikbaar te stellen. Dat is een beetje het idee. Jij pikt je ideeën. Als artiesten binnenkomen met goede ideeën, dan pikken we ze. Mag dat bot weg. Nou, we hebben zo'n aardige relatie in het algemeen dat mensen dat alleen maar prettig vinden, ja. Het is ook niet echt stelen van materiaal, het is meer van, hey, dat is een goed idee, daar zouden heel veel mensen wat mee kunnen. En dat ontwikkelen we dan door en dat stellen we dan ook ter beschikking. Maar altijd in goed overleg en in goede harmonie natuurlijk. Wat dat betreft nog geen rechtszaken lopen. Dus.
Eigenlijk niet bestonden, heb ik die noodzakelijk moeten uitvinden, dus ik ben ook nog een beetje uitvinder. De Stijmen? Stijmen is een stichting voor elektro-instrumentale muziek. Dat is een club die is opgericht eind 60er jaren. In die tijd was elektronische muziek... Hoe heet dit apparaat? Dit is het wonderklavier. En heb jij het gemaakt? Nee, dat is een idee van Michel. Oorspronkelijk hadden we een gewoon toetsenbord staan. Met wel allemaal rare geluiden. En dat was ongelooflijk succes met de kinderen. Omdat ze gewoon, nou ja, kinderen als ze iets aanraken en er komt een groot rotgeluid uit, dan vinden ze dat prachtig. Maar dat was een beetje een saai ding, gewoon zo'n synthesizer keyboard. Dus toen hadden we eigenlijk, ja, Michel, of we hadden met z'n allen het idee van, dan moeten eigenlijk grote dingen op zitten. Dat ze er met hun handen op kunnen slaan en met hun hoofd tegenaan kunnen knallen. En ja, toen is het langzaam een klein beetje uitontwikkeld tot dit, wat meer het gevoel van touch dan weergeeft, het thema. Kun je vertellen wat er allemaal op de toetsen zit? Het gaat om het gevoel, hè. Er zitten gewoon allerlei, eigenlijk is het het perfecte instrument voor blinden. Maar ja, kinderen vinden het ook prima. Het zijn allemaal rare gevoel, rare tastdingen. Dingen die allemaal wat anders aanvoelen. Dus een scherp kammetje hier, een flesje, een fopspeetje, een blikje, koud marmer, een stukje hoogpolig heugaveldtapijt, een borsteltje, een bel, een vieze namaakdrol, een plakding wat niet meer plakt ondertussen. Een stuk schuurpapier en een kussentje. En eigenlijk, ja, de bedoeling is dat de geluiden ook een beetje dat idee weergeven. Kijk maar in de camera, ja. Een beetje, op langs de camera. Ja. En wie heeft dit apparaat uitgevoerd dan? Het is uitgevoerd op Stijm helemaal. Het is gemaakt door Jorgen Brinkman. De fysieke, de metalen onderdelen, het mechaniek is gemaakt door Jorgen. Het Sensorlab is natuurlijk gewoon een standaard Stijm kastje wat we overal kunnen inzetten, wat de toetsen vertaalt naar MIDI, wat dan weer in Lisa gaat. Dat is die live sampler software van Frank. En dat is het hele instrument. Het is een heel simpel ding eigenlijk. Het zijn knopjes. We meten hoe snel mensen op die knopjes duwen. Dus bij sommige toetsen zul je zien dat je, als je langzaam, ik weet niet waar het allemaal zit hoor. Deze niet. In principe heb je sommige toetsen waarbij het verschil maakt of je nou hard of zachter op ramt. Dat is een beetje het idee. Speel je er zelf ook graag op? Op dit instrument? Nee, ik ben geen muzikus. Ik ben ook geen gevoelicus. Nee hoor. Het is een grappig instrument, maar het is in mijn ogen echt een kinderding. Maar dat is mijn persoonlijke visie. Hoe vinden kinderen het? Kinderen vinden het fantastisch. Die houden hier wel van. Wat ik zeg, als er maar gekke geluiden uitkomen. En zo'n drol is natuurlijk voor een kind ook fantastisch. Denk je dat het belangrijk is voor kinderen om op dit soort apparaten te spelen? Belangrijk? Ach, nee, het is meer een kennismaking. Het is niet zozeer dat het nou belangrijk is voor hun culturele bagage. Het is meer gewoon van, oh, het hoeft niet allemaal een stom toetsenbord te zijn om geluid te maken. Je kan er op een hele andere manier tegenaan kijken. Het is niet allemaal popmuziek waar je muziek mee maakt. Het zijn geen standaard dingen. Je kan er van alles mee. Dat is meer het idee. Een beetje laten zien van, er is meer dan een synthesizer keyboard om geluid te maken. En dat geldt natuurlijk voor al die andere instrumenten. Ja. Ha ha ha.
vertellen hoe dit apparaat heet? Nou, dit, als installatie is dit het beestenweb. Of het, ja, beestenweb geloof ik. Dierenweb. Als instrument bestaat het al veel en veel langer. Dat is een idee ook van Michel geweest. Lang geleden al, een jaar of 4, 5 geleden. Vanwege het feit dat je altijd heel discreet met geluid bezig bent. Je hebt een bepaalde parameter van het geluid, de toonhoogte, en daar heb je een knopje voor. Met een ander geluid, ander knopje, heb je het volume. En vaak is dat niet hoe je met geluid omgaat. Vaak wil je eigenlijk gewoon alle aspecten van het geluid in één keer kunnen grijpen en mee kunnen delen. Dus het idee was, als je nou een soort instrument maakt waarbij je alles tegelijk kan pakken en kan modelleren, hè, qua geluid. Nou ja, zijn gedachtegang volgend, kom je dan op een soort web van draden. En als je één pakt, dan krijgt eigenlijk alles wordt beïnvloed. Je kan niet echt één ding pakken, maar je zit altijd een beetje aan andere dingen ook. Dus dit was een, ik geloof de tweede incarnatie, er is een prototype gemaakt en dit is toen uiteindelijk het geworden. Het is in feite een muziekinstrument. We hebben het een beetje aangepast voor de installatie. Je bestuurt in dit geval weer Lisa, een computer met. Daar zitten we in.